En Safira Yesrun, trekker van protestbeweging The Next Generation, is vandaag tevergeefs naar het parlement gegaan voor een spoedvergadering over het terugtreden van governor Glenn Gersie. Ze had verwacht dat de leiding van het parlement zou ingaan op het verzoek van de oppositionele partijen voor een spoedbijeenkomst over deze kwestie. Zowel Yesrun als het handjevol personen dat is afgegaan op haar oproep voor het bijwonen van de vergadering kwam er bekaaid vanaf. Hoe verstandig was het om mensen op te trommelen zonder de zekerheid te hebben dat de vergadering al op de agenda stond? Want nu horen we dat de vergadering niet is gepland voor vandaag. Het is geen vergadering vandaag. Precies. Kijk, dat is een wel overwogen besluit geweest. De vergadering, deze spoedvergadering, is gistermorgen aangevraagd. En een vergadering van dergelijke aard moet tenminste op agenda geplaatst worden binnen 24 uur. Dus als we hebben de tijdlijn bekeken, we hebben overlegd met de oppositionele partijen die het verzoek hebben ingediend. En wij zeggen, gezien de track record van de voorzitter, die wel eens eerder spoedvergaderingen niet op de agenda heeft geplaatst, hebben wij gezegd, wij komen er naartoe. En dat is dan, lijkt mij, prerogatief of een motivatie om wel die vergadering tenminste op agenda te plaatsen. Safira Yesrun, trekker van de protestbeweging The Next Generation. NPS-parlementariër Patricia Etnel is er niet over te spreken dat de leiding van het parlement het verzoek voor de spoedvergadering heeft afgewezen. Ze zegt dat de oppositionele partijen geen genoegen zullen nemen hiermee. We hebben één reactie gehad, een huishoudelijke vergadering morgen voor 2:30 met een totaal andere agenda. We zullen tamtam maken tijdens de huishoudelijke vergadering, wat u weliswaar niet zal horen, want de huishoudelijke vergadering is gesloten, dus niemand hoort dat. Maar we zullen wel tamtam maken, we zullen wel onze stem laten horen tijdens de huishoudelijke vergadering. En we kijken uit naar wat de voorzitter zal doen. Maar misschien moeten we nu de mama bon gaan gebruiken als onze vergaderzaal als parlementariërs. Misschien moet dat gaan gebeuren. Misschien moeten we gaan zeggen van oké, we kunnen hier niet vergaderen, wel dan gaan we buiten vergaderen. NPS-parlementariër Patricia Etnel over de spoedvergadering die was aangevraagd door oppositionele partijen. De DNA-leden willen meer duidelijkheid over wat zij noemen de ontheffing van centrale bank governor Glenn Gersie. Echter vermelden de officiële kanalen dat Gersie uit eigen beweging is teruggetreden.